Oké, dan. Vandaag staan we hier met een aantal sterren, ja. En we zijn in de building, man. Stel jullie zelf even voor, man. We zijn hier met drie toppers. Stel jezelf even voor, man. Stel me voor. Yo, de kleinste baas. Ik kan het vinden op Instagram, YouTube, noem het maar op. Supporter van Galit, man. Je weet het, papa. Ik ben Galit. Galit Amokedam. Ja, kickboxer van Siam Jam. En ja, deze man hoeft niet voor te stellen. Dat is daar in de building. Siam Jam, woes! Bang. Oké, nou, nu back to business. Wat vond je van de wedstrijd? Ik... De jongen wou niet vechten, maar ik het idee. Omdat hij weet dat Galit zijn leeuw, hij wil graag vechten. Leek net of hij een beetje ontweek. Maar Galit heeft zijn ding goed gedaan uiteindelijk. En heeft de rechte punten mee naar huis genomen. Ben je trots op hem? Altijd, bro. Altijd, altijd. Al verlies je, ben ik trots op hem. Dat is het belangrijkste, hè? Zeker, maar bro. Vorige partij was een verliespartij. Je hebt je nu kunnen wreken. Ja. Voor jezelf zie ik aan je dat je denkt... niet hoe ik echt wilde, maar ja, dan heb je gewoon genoeg tijd om weer aan te werken, toch? Winst is winst, maar ik had het liever anders gezien. Liever toch even een KO, zeg maar. Ja, had me een beetje het spelletje gehaald. Heet naar de tijd kijken, kopstoot vallen. Clinch opzoeken, maar niet clinch, dat soort dingetjes. Beetje uitspugen. Ja, heeft het slim gedaan. Wat moet je doen, hè? Ja, toch. Uiteindelijk, jij staat hier zo. Want ja, ik heb een gesprek meestal met de winnaars, meestal. Ja. En natuurlijk met Lazar! Als je niet een gesprek voor met de winnaars, zullen we elkaar nog wel vaker tegenkomen. Ja! Stop je! Wie wil jij? Tegen wie zie je jezelf? Kijk, ik vecht op 67 kilo. Is helemaal geen uitdaging of iets. Ik vecht vaak op Infusion gehalen, dus uiteindelijk wil ik die 67 kilo belt. Dat is iets waar ik naartoe wil streven voor de tijd. 67. Younes Smijlen! Nee, die vecht op thuisgaan. Dus. Zeg maar gelijk! We willen niks horen! Ja, ik wist het wel, ik vroeg jou gewoon, maar ik wist het! Younes! Fakka! Huh? Vorige keer zag ik jullie beiden in de ring. Ja, klopt. Dus die partij komt er ook aan? Ja, weet je wat het is, jongen. Hij wordt via mijn rug naar het grote podium klimmen, snap je? Hij is niet maar zijn ladder, maar hij is nog ver. Maar het maakt niet uit, wij hebben het publiek, ik wil het zien. Het publiek wil zien. Ja, het publiek wil het zien, maar... Promoten zijn er al mee bezig achter de schermen. Okay, beter. Promoten zijn er al mee bezig. Beter. Alleen moet dan punch op die hier nog gezet worden. Money fight toch, we moeten euro's praten, man. Je promoters praat euro's, man. We willen niks horen. Money, man. Je weet het toch. Zoals mijn homie Lazar in de building. Ja, toch. Sowieso, man. Binnenkort hoor ik dat je ook weer je ding gaat doen, man. Ik wil niks horen. Ik zie je express, ik vind speculaties. Ja, toch. Sowieso is normaal, hè. We hebben zojuist een mooi gesprekje gehad en... ja, weet je... Rico is nog steeds niet onze mattie, maar geen probleem, dat toch? Geef hem de tijd, geef ze allebei de tijd, boys. Dan komt het goed, geloof me. Heb je misschien nog wat te vertellen aan je mensen die je volgen, mensen die je steunen, mensen die je volg mijn boertje El Mokadem en Kengen! Volgende maand sta ik op het Fusion Glorious Heroes in Groningen. Dan vecht ik tegen Amir Abdullah van het team Serious Sport. En dan heb ik wel een gesprek met jou te hebben. Hey. We gaan. Kom maar krachtig. Duidelijke taal. Ik wens jullie allemaal nog een fijne dag, man. Dankjewel, man. Love, man. Bang. Knallen. Bro. Sowieso. Hey, G.